thema vandaag is gewoon lekker ontspannen en relaxed waterverven met alles wat je in huis hebt. Dus ik heb mijn vier meest gebruikte Princeton penselen gepakt. En ik denk dat ik met name de grootste en de ene grootste gebruik. En voor de mensen die het zich afvragen, nummer 16 en 6 is dat voor mij. Maar je kan alles gebruiken wat je hebt. Al heb je één penseel, helemaal prima. Martien is op vakantie. Nou, dat is ook geen straf. Maar je kan inderdaad altijd meekijken. Ik ga hem proberen op te slaan weer. Hij komt in ieder geval op Instagram. En voorlopig even niet op YouTube. Dat kost me redelijk wat tijd. En ik heb eigenlijk een soort van vakantie. Maar goed, dit voelt sowieso niet als werk. En ik ben heel graag creatief van maak in deze rare lockdown. Dus de penselen die je gebruikt, maakt niet uit. Het is heel makkelijk. Aquarelpapier heb je nodig, wat voor zich spreekt. En ik heb hier wat pennen en stiften neergelegd. Dus wat je hebt. Ik heb een dikkere zwarte stift. Die heb ik gewoon, die heb ik onlangs besteld voor Brainstorms. Dus dat is helemaal geen speciaal merk. Goedkoopste van bol.com volgens mij. Dan heb ik mijn Micron fineliners. Voor dus die zwarte lijntjes. Voor de mensen die het willen weten. In de maten 0,1, 0,8 en PN. En dan heb ik nog een roze stift, een rode en een gouden. En ik weet nog niet welke ik ga gebruiken, maar dan ligt dat in ieder geval om me heen. Dus dan weten jullie wat ik om me heen heb liggen. En natuurlijk twee glazen water. En iets heel leuks om mee te spelen. Ik heb het volgens mij al ooit eerder laten zien. Dit is aqua brons. Dat is goudpoeder. Ik krijg hem nooit open als ik hem open wil maken. Maar goed, hier is die. En dit is het goudpoeder. En dat kun je met water mengen en dan heb je goudverf. Maar dat kun je dus ook door een kleur heen mengen. Dus dat is mega leuk. En dan krijg je dus dit. En dit is gemengd met alleen water. En dit is gemengd met een soort geel-bruin. Dus dat zijn allemaal leuke dingetjes om mee te spelen als je het in huis hebt. Of misschien voor de volgende keer. En dat geeft net, goud geeft altijd net een leuker effect. En een wat chiquer effect aan je illustratie. Nou, we gaan beginnen. En om te beginnen is het misschien leuk voor jullie om te bepalen wat je kleurenpalet gaat zijn. Voordat je aan de slag gaat is dat meestal fijn bij dit soort tekeningen. Ik heb dat net even vastgesteld. Ik heb hier paars, blauw en oranje, rood, roze gekozen. In mijn illustratie die ik eerder heb gemaakt met zwart. En ik heb voor vandaag bijna dezelfde kleuren, maar dan geen paars. Dus alleen maar warme kleuren. Dus bordeauxrood, paars, licht, of paars, roze, lichtroze en oranje. En nou, voor jezelf ook handig om in ieder geval een beetje te beslissen van nou, deze kleuren gaan het ongeveer worden. Dan hoef je dat tijdens het proces niet te doen. En dat scheelt een hoop rust. Ik heb echt het slechtste shirtje ooit aangedaan, zie ik nou al. Want het heeft wijde mouwen. Ik ga hem even opstropen. Zo. Nou, dit zijn mijn kleuren. En hoe bepaal je nou de kleurtjes? Ik zou twee of drie hoofdkleuren kiezen. Dat zijn bij mij deze. En daarin kun je verschillende tinten maken. Dus stel je hebt roze met veel pigment in je penseel, is dat dus donkerroze, zoals deze. Dit is donkerroze en ik doe nou in mijn glas iets van pigment uit mijn penseel. En dan heb ik heel lichtroze, want bijna al het pigment is er nou uit. Kijk. En dan heb je twee soorten roze, dus zo hoef je niet met wit te mengen, maar met waterverf kun je met water mengen. Dus kun je de kleuren zo intens en niet intens maken als je zelf wilt. Dus daarom vind ik het altijd fijn om een kleurenpaletje te kiezen. En dan kan ik binnen dat kleurenpalet dus donkerdere en lichtere variaties maken. Ik zal hem even goed bij de camera houden. Dus als jullie zover zijn, dan gaan we beginnen met de kleuren die je dus hebt gekozen. Mag van mij alles zijn. Ik ga op dit stuk van mijn A3 papier werken. Als ik jullie was, zou ik het papier verticaal houden. Dus zo. Maar net, ja, dat vind ik dus het fijnste. Dus we gaan dit maken. Ik ga aan deze kant werken, want anders zit ik in de weg bij de reacties. En oh, die hartjes allemaal, superleuk. Anders zit ik in de weg met de reacties. Dus
ik werk alleen hier. Ik zet een deel op. Ik laat je zien hoe het proces gaat. Hoe je dus dit maakt. En dan kun je hem na ongeveer een half uurtje, drie kwartier duurt deze workshop. Kun je hem dus zelf afmaken. Dus dan kun je een kunstwerk maken. En ik zou zeggen, als je deze ook nog eens inlijst en ophangt, dan lijkt het echt op zo'n mooie interieurposter. En je bent zo een hele tijd verder. Dus laten we beginnen. Nou, we hebben verschillende manieren om dus die rondjes te maken. Laten we beginnen met roze in mijn geval. Doe vooral mee als je ook dezelfde kleuren wil gebruiken. Maar voel je dus ook vrij om helemaal je eigen kleurenpalet te kiezen. En zo groot of te klein te werken als je zelf wilt. Nou, ik begin vaak met een bol. Met genoeg water. Dus ik moet heel even mijn verf, mijn pigment, dat kunnen jullie net niet zien. Maar goed activeren, zeg maar. Dus goed nat maken. Genoeg pigment in mijn penseel. En dan maak ik de eerste bol best wel intens qua kleur. En die bollen hoeven dus verre van perfect. Hoeven dus niet perfect te zijn. Dat is helemaal niet belangrijk. En wat ik vaak leuk vind, is om in die bollen ook kleurverschil aan te brengen. Dus ik maak mijn penseel meteen wat droog. En dan ga ik met Bordeaux rood. Dus dat kan, als je groen gebruikt, kan het weer met blauw zijn. Of je hebt lichtgroen gebruikt, dan doe je donkergroen. Dan maak ik iets kleurverschil in deze bol. Dus dan doe ik iets van aubergine rood aan de zijkant. En dit doe ik echt op gevoel. En het eigenlijk wat ik je wil meegeven is, zie dit juist als spelen met waterverf. Dus dan kun je precies zien wat verf doet, hoe die kleuren in elkaar overlopen. En dan kies je gewoon elke keer een soort van andere techniek. En dan kun je gewoon zelf kijken wat de verf doet, wat het water doet. Nou, ik ga meteen nog een andere bol daaronder maken. Die ga ik in het oranje doen. En die doe ik iets lichter, dus dan pak ik iets minder pigment. Iets meer water. En dan zet ik een bol er tegenaan, maar net niet dat hij de andere bol aanraakt. En hij hoeft dus zeker niet perfect rond. Nou, ik wil hem iets meer oranje, dus dan pak ik iets meer pigment. Zo. We hebben twee bollen en ik vind het leuk om hem dan toch met elkaar te verbinden. Om te kijken wat die pigmenten dan doen. Zo. En dan zie je dat hij hier al enigszins doorloopt. Dan nodig ik het pigment een beetje uit. Van loop maar door naar beneden. En dan zou ik het voor jullie even van dichtbij laten zien. En dan zie je dat dat roze doorloopt in het oranje. En dat kun je zelfs als je goed papier hebt, door laten lopen door het vel wat schuiner te laten lopen. Zoals je nu ziet. En met goed aquarelpapier blijven die bollen dus in hun eigen vorm en kun je dus water van die kant naar die kant laten lopen. Zonder dat die bollen dus uitlopen. Nou, dan ga ik hem nu weer neerleggen voordat hij te ver doorloopt. Maar dit wil je in je tekening gewoon af en toe proberen. Dat is leuk, die kleurovergangen die zijn dan hartstikke mooi en niet uitgedacht, maar gewoon lekker ontstaan. En zo ga je eigenlijk een aantal bollen maken. De een die elkaar aanraakt, de ander is wat kleiner. En zo kun je dan je vel vullen. Dus ik ga even laten zien hoe ik dat dan zou doen. Ik heb een beetje oranje gepakt. En die ga ik hierboven doen. En die wil ik wat lichter. Dus daar heb ik meer water aan toegevoegd. En die is bij mij heel nat, deze bol. Dus ik denk dat ik daar dan meteen een beetje roze in doe en dan laat ik dat gewoon lekker opdrogen. Nou, dan ga ik zo gewoon een aantal bolletjes maken in de kleuren die ik dus van tevoren heb bedacht. Dat zijn dus deze kleuren, Bordeaux rood en daar variaties van in pigmentatie, oranje en roze. Dus ik ga nu rood pakken. Dan ga ik hier een bol tussen zetten, dus een beetje aubergine rood. En dan kun je je voorstellen dat zo'n hele lichte kleur, denk je van, als het dan niet samen, dan kun je er straks heel mooi andere lijnen weer overheen maken. Dus die laat ik zo en dan ga ik meteen een wat meer gepigmenteerde in
overzien maken. Die maak ik weer wat groter. Zo. En je hoeft er dus niet super lang over na te denken. Zo kun je je hele vel een beetje vullen. Ondertussen kijk ik heel even of er vragen zijn, maar volgens mij valt het wel mee. Zo. En je kan dus kijken of je het leuk vindt om bijvoorbeeld een lichtroze te maken. Hier. Met een deel weer een andere kleur erin. Dus nou, laten we zeggen oranje. Hoppa. En omdat er redelijk veel water is gebruikt, is die ook niet te donker. Ik zal even de kleuren zo van dichtbij laten zien. En zoals je ziet, ik denk er ook niet al te veel over na. Dit zijn nou de kleuren tot nu toe. En dan ga ik weer verder. Even kijken, welke kleuren wil ik nu? Ik ga denk ik een paar roze bolletjes zetten. Dus deze kleur. Dus ik pak weer wat intens. Maar dan ga ik gewoon een paar bolletjes zetten die juist weer wat kleiner zijn. En die zo bij elkaar komen. Dit keer nog een bolletje. En hier. Dan heb ik drie best wel gepigmenteerde roze ballen. Oh, doet het geluid het niet? Even kijken. Hier doet het geluid het wel. Ik gebruik het papier van Stonehenge Legion. Laat me even weten in de comments of het geluid het doet, ja of nee. Sanne, hey, leuk dat je er bent. Gebruik jij niet de deksel waar je de waterverf op mengt met water of pak je het altijd... Ja, ik gebruik alles door elkaar. Kijk, ik gebruik nu de pure pigmenten uit, uit mijn palet. Maar zoals je ziet ben ik hier... Ik ben altijd aan het mengen ook tussendoor. Alleen nu heb ik hier... perfect geluid. Hier wel. Oké, nou heel fijn. Gelukkig. Ik heb juist mijn oortjes ingedaan voor beter geluid. Oké, nou dat is heel fijn. Nou, ik haal de kleurtjes nu dus gewoon uit mijn palet direct. En ik meng eigenlijk dus kleuren op papier. Maar heel vaak meng ik dus in mijn in de deksel. Oh, gelukkig dat geluid. Dus ik schrok al. Ik dacht, heb ik dadelijk kwartier zitten praten voor niks. De verf is bijna alles is van Winsor & Newton. Een paar van Van Gogh. En dat merk je ook. Die zijn iets minder qua pigmentatie. Ik moet nog een keer over naar een volledig professioneel palet. Maar dan ben ik weer een beetje te lui af en toe. Nou, ik ga even laten zien hoe dat goudpoeder werkt. Ik denk dat jullie dat wel leuk vinden. Kun je misschien voor jezelf beslissen of je zoiets ook leuk vindt om ooit te proberen. Dan ga ik mijn grote penseel even wegleggen. Pak ik mijn nummer 6. Zo. En dit is dus het goud. En dat is echt poeder. Zoals je ziet. Ik probeer het even in de camera te laten zien. En dat poeder doe ik nou in mijn penseel. En dat doe ik in het dopje. En daar doe ik dus water bij. En dan meng ik dat. En dan wordt het eigenlijk vloeibaar goud. Klinkt wel heel mooi, hè? Vloeibaar goud. Zo, kijk. En daarmee ga ik ook een paar bollen maken. Dus ik ga een grotere maken. Hier. Waar ik meestal op let, is dat er genoeg kleurverschil ook in de tekening zit. Dus als ik hier een intense roze kleur heb, dan zorg ik dat hier dus die roze kleur niet zit, maar juist aan de andere kant. Oh, leuk Sanne. Dat deze is dat ook vloeibaar is. Heel leuk. Goed, ik ga heel even deze vullen, want anders droogt het dadelijk op. Dit wordt dus goud. Ik doe er even iets goud bij. Zo. En nu ik toch met dat goud bezig ben, ga ik lekker door met nog een paar andere balletjes. In het goud, natuurlijk. Zo. En ik vind het altijd wel leuk om dit soort dingen zo één keer in de zoveel tijd te kopen om het te testen. En zo heb ik dus ooit dit goud gekocht. En ik wist niet precies wat het precies deed.
Maar ik gebruik het eigenlijk best wel vaak. Nou, zoals je ziet ben ik een paar van die gouden bollen tussendoor aan het doen. Ik hoop dat jullie dat op beeld een beetje zien, deze kleur. Het wordt een beetje licht, want het is alleen met water geverfd natuurlijk. Of gemengd. En als je een paar doorzichtige of wat lichtere bollen hebt, dan kun je dadelijk daar natuurlijk die zwarte lijnen overheen zetten. Ja, de Winsor & Newton Cotman, die is iets geprofessionaliseerder. Dus daar is de intensiteit van de pigmentatie is bij Winsor & Newton iets beter. En daarom zijn ze ook wat duurder. Dus er zit meer kleurpigmentatie in. Nou, ik zal jullie eens laten zien wat er gebeurt als ik met goud over een kleur heen ga. Dus wat ik al heb geïllustreerd, ga ik hier een deel goud inmengen. En omdat het dus vloeibaar is, wordt die overgang heel mooi. Dus ik heb zo ook wel eens maantjes gemaakt met een deel goud erin. En daar zet ik nou een beetje goud in. Zo. Ik zal het even laten zien van dichtbij. Kijk, nou is een deel van die bal is dus goud. We hebben het dus over deze. En hier is het goud zonder achtergrond. Of achtergrondkleur. Nou, dan maak ik even mijn penseel weer schoon. Ondertussen kijk ik heel even wat jullie in de comments zetten. Het goudpoeder, oh ja, goede vraag, is van Schminken. Wacht, ik laat het heel even zien. Zo schrijf je het. Maar er zijn verschillende soorten goud, waterverf, poeders en dus ook al kleuren. Zo. Ja, goudpoeder kun je ook prima met een kleur mengen. Dat is het leuke, dan kun je gewoon lekker een beetje spelen. Ik heb van Van Gogh goudnapjes, daar krijg ik nu nagenoeg hetzelfde effect mee. Nou, superleuk, Maaike. Ja, dus goud is altijd een leuke toevoeging. Of zilver, als je daar meer van houdt. Voor je illustraties maakt het altijd net iets dynamischer. En ja, ik vind het dus heel chic eruit zien. Nou, ondertussen kunnen we weer door met de volgende bolletjes. Het is dus... Nou, de bedoeling is helemaal niet, maar ik heb dus... En heel veel gevuld met allerlei bollen en noem maar op. Ik ga dat nu in deze mini-workshop niet voor elkaar krijgen. Dus ik ga er gewoon nog een aantal doen. Maar ga zelf dus vooral verder met een heel vel vol. Dat is alleen maar leuk. Dan ga ik een lichtrode nu maken. Lichtrood bolletje. Ik vind dat er hier nog wel iets mag. En ik ga hier, bedenk ik me nu, een deel... wit laten, omdat ik daar dan weer met zwart een bolletje ga maken. Zoals ik bijvoorbeeld hier heb gedaan. Dus een wit ruimte overlaten zou ik ook af en toe doen. Want dan kun je daar dus juist weer met een zwarte stift of fineliner figuurtjes overheen maken. Even kijken. Ik dacht even dat je een... Oh! Nee, ik heb ook nog thee. Het is een kwestie van tijd dat ik dadelijk mijn penseel in de... thee heb, want normaal staat deze echt 2 meter verder van mijn glazen. Want ja, er zullen vast wel mensen zijn die dat ook ooit al hebben gehad. En anders gaat het ooit nog gebeuren. Ik drink heel vaak per ongeluk een slokje hiervan. Of ik doe heel vaak mijn penseel hierin. Goed. Ik ga met rood, met redelijk wat water, een bolletje maken. Dus die wordt een beetje lichtrood-rozig. Die vul ik. En ik ga dan met een beetje een donkerdere rood en iets meer pigmentatie ga ik ook daar weer een beetje aan de zijkant wat, wat donkerdere tinten aan toevoegen. Zo. En dat laat ik dan weer opdrogen steeds. Nou, die rode kleur die ga ik hier ook gewoon nog een keertje doen. Nou vind ik hem hier dus best wel donker. Dus dan ga ik met mijn penseel in het water. Doe ik er iets pigment uit. En dan zit er vooral water in mijn penseel. Zie je? En als ik dat dan weer op papier meng, dan wordt de kleur niet zo super donker.
rood, maar wat lichter. En dat was precies mijn bedoeling. Zo. Dus het lijkt ook een beetje op planeten. Dat is ook wel leuk om daarvan te maken. Ik heb hier die ene waar ik heel veel water heb gebruikt. Normaal gesproken zou ik die nou laten opdrogen. Maar voor de workshop duurt dat te lang. Dus ik ga met een trucje uit de basiscursus, waar ik je dat uitgebreider leer met allerlei andere trucjes, ga ik iets van water opzuigen met mijn penseel. Zodat het iets sneller droogt. Want ik wil natuurlijk eigenlijk ook nog laten zien hoe je hier overheen gaat met een stift. Dan wordt het iets lichter, maar zo. Even kijken. Zo. Nou, ik zeg nog eens 20 keer zo achter elkaar. Ik ga weer even wat oranje pakken. Die mag hier ook nog wel bij. Oranje doen we aan deze kant. En ik vind eigenlijk best wel intense oranje. Een hele mooie kleur, vind ik. Doe ik wat donkerder oranje bij. Beetje voor aan de zijkanten. En dan ga ik daar een... Even kijken. Welke kleur. Beetje lichter rood. Tegenaan zetten. Want anders hebben we natuurlijk best wel... Hebben we alleen deze bolletjes die overlopen. Dus die ga ik er gewoon tegenaan zetten. Ik heb nou wat lichter rood gepakt zonder mijn penseel schoon te maken. Dus er zat ook nog een beetje oranje in. Dus ik heb nou donker oranje. Maar dat past dus wel heel mooi in het palet. Dus dat zijn van die toevalstreffers die ik juist in dit soort illustraties heel leuk vind. En dan ga ik hier een beetje water toevoegen, dat ik iets meer motiveer om door te lopen. Soms mag je het een beetje op gang helpen. Zo. Ik laat deze ook vrij voor zwart. Voor zwarte lijntjes. Deze ook. Nou, wat je ook nog kan doen, is bij een deel wat bijvoorbeeld al wat opgedroogd is, deze, die is al droog, daar weer een wat lichtere kleur overheen zetten. Dus dan doe je dry, wet on dry. Dat is een techniek. Even kijken. Die ga ik met roze doen. Beetje water aan toevoegen. En die ga ik dan hier met redelijk wat water overheen zetten. En laat ik je even zien wat er allemaal mogelijk is. Die vul ik dan helemaal. En dan zie je de onderste lijn zie je er nog doorheen. Dat geeft ook een mooi effect. Zie je? Dus dat kan ik nog wel een keer laten zien. Dat doe ik die hier. Die ga ik daar met lichter oranje overheen. Dat doe ik zo. Een rondje eroverheen. En vullen. En hoe langer je over dit oppervlakte gaat, of deze oppervlakte gaat met een andere kleur en een penseel, dan maak je die onderste laag, dus die paars aubergine kleur, die maak je weer vloeibaar. Dus als je dat wil, moet je daar dus vaker overheen gaan. Wil je dat niet, zoals hier, moet je dat niet doen. Ik zou bij deze even laten zien wat er dan gebeurt. Je gaat dan hier wat vaker overheen. En dan maak je dus de onderste laag weer vloeibaar. Waardoor die dus mengt met de bovenste laag. Kijk. Nou is die strakke lijn van dat paarse is weg. Wat je hier dus wel ziet. En daar is die vloeibaar geworden. En die trekt dan door in de kleur daarnaast. Dat zijn allemaal dingetjes. Ja, ik zou zeggen, ga gewoon van alles proberen. Ik ga nog een beetje goud toevoegen voor de variatie. In een kleur die we net hebben aangebracht. Zodat er net iets meer goud nog in zit. Kijken, misschien doe ik dat hier wel aan de zijkant. Zo. En dat doe ik hier ook nog een beetje. Maar dan een beetje gestipt en geflat. Ga ik even
penseel schoonmaken. Zo. Ik ga even laten zien hoe het er nu bij mij uitziet. Dit is dus een deel van het vel. Ik heb kleinere bolletjes gebruikt dan ik bij mijn originele, bij mijn eerste tekening heb gebruikt als voorbeeld. Dus ook daar kun je in variëren. En dan is het nu tijd om dus met stiften en penselen zwarte accenten toe te voegen. Bij mij kan ik sommige dingen denk ik niet doen omdat het nog te nat is. Maar jullie hebben waarschijnlijk meer tijd. Ik ga gewoon laten zien wat je zoal kan doen. Ik heb een hele goedkope, hele dikke stift. Is er een reden waarom je nu een klein... Ja, omdat ik iets kleinere bolletjes ging doen. En ik vind het fijner om met dat goud iets preciezer te werken. Dus dan pak ik een kleiner penseel dan die allergrootste. Dat is eigenlijk mijn reden. En soms heb ik geen reden, dan gebeurt het gewoon. Nou, om je even te laten zien wat je zoal kan doen met die zwarte stift. Stel je, dit is je vel en hij is bijna helemaal vol. Je hebt een paar ruimtes overgelaten voor zwart. Dan ga je daar dus sowieso iets meer accenten aanbrengen met zwart. Wat ik je adviseer is om die zwarte, dikkere lijnen een beetje te verdelen over het blad. Dus stel je gaat hier zwart aanbrengen en hier, dan is dat best wel verdeeld over een hele tekening. Maar ga dat niet alleen aan de bovenkant doen, dan is het een beetje uit verhouding en dan voelt het een beetje alsof de tekening niet klopt. Nou, en je kan dus echt alles doen wat je maar wilt. Ik heb, even om te laten zien, met die dikke stift heb ik een bolletje gemaakt. Ik heb cirkeltjes in elkaar getekend. Ik heb streepjes getrokken. Ik heb met een fineliner heb ik plantjes gemaakt. Ik heb stipjes gezet. Ik heb hier de gouden bolletjes heb ik ingekleurd. Het is echt een soort... Ik weet niet of jullie de term doodelen kennen. Het is echt heel erg... heel mindful. Zonder echt een doel. Lekker doodelen. Zodat je lekker ontspant. Lekker bezig bent. Maar om je te laten zien wat je kan doen. Is we gaan hier... Kijken of dit nat... Ja, dat kan. We gaan hier een rondje maken van, of een cirkel maken van stippen. En dan bepaal ik meestal, ja, ik hang nu al in de natte verf, maar dan bepaal ik meestal ongeveer de contouren van de cirkel. En ik vind het dus leuk dat die sowieso niet perfect rond is en dat die dus de cirkels daar omheen een beetje verbindt. En dan ga ik daar allemaal stipjes in zetten. En dan probeer ik dat die stipjes niet te perfect in dezelfde rij vallen. Waardoor het dus een wat speelsere cirkel wordt met stipjes. In plaats van dat het heel erg eruit ziet alsof je er heel erg over na hebt gedacht waar elk stipje moet staan. En door je stift of fineliner echt verticaal op het papier te richten, kun je de meest mooie ronde stipjes maken. Kijk. Dit is het effect daarvan. Laat ik even zien. En dan heb je ineens een cirkeltje van stippen. En je kan dus ook variëren met hele dikke stipjes, dunne. En dan kun je zo dat met elkaar verbinden. Nou, ik zie allemaal hartjes. Mega leuk. Even kijken. Nou, wat je ook dus kan doen is... Nou, hier vind ik ook dat er een mooie witruimte over is gelaten. Dan ga ik daar alleen een cirkel maken van één lijn, zeg maar. Dat is het enige wat ik doe. Hoe maak je nou een cirkel? Ik kan het al even laten zien. Een mooie cirkel is redelijk snel de cirkel maken. Oh, jullie zien dat natuurlijk niet als in de comments. Ha. Zo. Even kijken, dit is lastig om te laten zien. Ik hou mijn stift even schuin, maar ik doe hem dus wat rechter. En ik kijk waar ik naartoe wil. Dat is eigenlijk de tip. En niet te lang nadenken. Dat is hem vooral. Niet twijfelen, niet te lang nadenken en kijken waar je naartoe wil. Dus, dan gaan we hier overheen. Bij mij is het redelijk droog. En dan ga ik hier... omheen. En dan zie je dat hij bij mij hier wat uitloopt.
Als je dat niet wil, moet je wachten tot de tekening helemaal droog is. Ik vind dat best wel mooi. Hey Christel, leuk dat je er ook bij bent. Heel leuk. Nou, zijn we nu al 2 accenten aangebracht met zwart. Nou, wat je ook kan doen. Ik ga nu eerst even laten zien wat ik allemaal met de dikke stift zou doen. Hè. Is een witte ruimte opvullen met een aantal puntjes. Zo. Heel simpel, maar best wel een mooi effect. Vooral als je dit dus op een heel vel doet. Op allerlei verschillende plekjes. Ik maak ook geregeld, even kijken of jullie het goed kunnen zien. Ik zet een stip. En daaromheen cirkel, cirkel, cirkel. Dan heb je een soort spiraal. Doe er nou nog één. Zodat die weer over wat andere vlakken valt. Want daardoor krijg je een beetje die verbinding. En dan voelt het straks als één geheel. In plaats van dat je allemaal losse rondjes hebt. Even kijken. Wat je ook nog kan doen. Is één cirkel omtrekken. Doe ik wel eens bij deze. Dat kun je perfect doen. Of juist een beetje dan langs af, dus dat je nog wat meer witruimte ziet. Ah, wat leuk. Even kijken. Lieve Ranne? Lieve Ranne? Ik hoop dat ik de naam altijd goed zeg, maar het is ook een beetje gokken. En ik moet het dus schuin lezen. Maar superleuk dat je zoon en jij het leuk vinden. Ik hoop dat jullie het allemaal heel leuk vinden trouwens. Ik vind het wel heel erg leuk om te doen. En ik hoop dat jullie allemaal aan de slag gaan vandaag natuurlijk, hè. En dan vooral mijn taggen als je je werk wil delen. Want dan kan ik het zien. Anders zie ik het niet. En dat vind ik altijd zo jammer. Nou, we hebben hier dus wat stipjes gezet. Wat je dus ook nog kan doen is lijnen zetten. Dat voelt misschien een beetje gek. Maar je kan bijvoorbeeld een soort van regenboogvorm maken. Of wat rechtere lijnen. En die rechtere lijnen vind ik ook altijd zo heel mooi. Omdat dat voor contrast zorgt. En dan maakt je tekening weer iets interessanter. Dus laten we zeggen, ik ben nou even aan het kijken. Ik wil niet te veel dikke zwarte stift op één plek. Dus ik ben nou even globaal aan het kijken waar het nog zou kunnen. Dat het niet te vol wordt allemaal. En dan ga ik hier aan de onderkant. Ik schuif even mijn tekening omhoog. Ga ik hier een soort regenboogvorm maken. En dat doe ik zo. En ik ga bewust weer over die andere tekeningen heen. Of andere bolletjes heen. Zo. En dan hebben we een regenboog. Als je het lastig vindt, dat heeft alles te maken met waarschijnlijk dat je het heel perfect wil doen en daardoor niet durft. En mijn advies daarin is juist het helemaal loslaten dat het perfect of mooi moet worden. Maar dat zie dit gewoon echt als, ik ga gewoon plezier hebben, ik ga ontspannen en ik ga kijken wat die kleuren en wat die materialen allemaal met elkaar doen. Als je een nat over nat gaat. Of als je droog over nat. Gewoon puur er heel speels naar kijken. Van, ik ga gewoon kijken wat het gaat doen. Ik verwacht niks van mezelf. Toen ik zo ben gaan waterverven. Toen ben ik heel erg gegroeid. En dan zet ik een paar strepen en die doe ik dan bewust tot de bol. Waarom, weet ik niet. Maar dat doe ik wel. Dank je, Noortje. Ik heb mijn kerstnagels er nog op. Leuk dat je erbij bent, Noortje. Of in ieder geval even komt kijken. Nou, ik heb nu alles met een dikke stift gedaan wat ik wilde laten zien aan jullie. Dan ga ik nu even overschakelen naar een fineliner. Van Micron zijn die van mij. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen bijhouden. Maar zie het vooral als dat ik even laat zien wat er allemaal mogelijk is. Dat je zelf wat oefent in deze 3 kwartier. En dat je daarna heerlijk verder door kan. En dat je hem helemaal af kan maken. Of juist helemaal opnieuw kan maken. Zoals je wil. Omdat je al iets beter weet hoe het allemaal moet. Of hoe ik het voor heb gedaan.
Nou, met deze fineliner, en ik gebruik nu een 0,8. Dat is vergeleken met die zwarte stift. Oh, ik zal even hier leggen. Vergeleken met de zwarte stift is die zo dik, dus iets dunner. Dit zijn de strepen van die... Hopsa. Nou, wat kunnen we zoal doen? We kunnen een snel plantje maken als jullie dat leuk vinden. Ik heb hier ook wat lijntjes gezet. Ik heb hier wat lijntjes gezet in de hoek. Je kan wat slordig een lijn of een bol omcirkelen. En hier heb ik een soort spiraal gemaakt van dik naar dun. Dat kan ook nog. Dus ik zal even laten zien hoe ik een snel plantje maak. Dat doe ik dus vaak in een bol. Dus daar laten we deze ervoor gebruiken. En ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ik kan even jullie iets dichter naar voren halen. Als dat lukt. Zo. In deze bol ga ik een plantje maken. Dan begin ik aan de bovenkant van... Ik ga naar de bovenkant van het plantje. Dus ik ga de basis zetten naar boven. En dat is een soort... S-vorm. En aan de bovenkant van die S-vorm doe ik een snel boogje en dan maak ik een blaadje en daar zet ik een streepje in het midden. Even kijken. De jonge bloem vraagt wat ik met dit soort tekeningen doe. Ik heb heel veel tekeningen die ik thuis in huis heb liggen of op kantoor. Waar ik niet zoveel mee doe. Ik heb achter mij, deze kant achter mij, heb ik een prikbord hangen met allerlei illustraties. Omdat ik het zonde vond om ze allemaal in een la te leggen. Het kan ook zijn dat ik zoiets een keer inlijst en aan mijn moeder geef of aan een vriendin. Of ik gebruik het als aanzichtkaart of zo. Dan snij ik een deel uit en kan ik het... Ja, ik gebruik het, overal en nergens voor. Maar het is zonde om niks mee te doen, vind ik ook. Nou, dan begin ik weer met een takje en een blaadje. En die doe ik niet gelijk aan elkaar, anders wordt die te perfect. Blaadje. Blaadje. Zo. En zo maak ik een aantal blaadjes en die... Ik denk er vooral niet te veel over na. En als ik praat en dit soort dingen tegelijk doe, dan worden mijn blaadjes, zoals je ziet, heel anders. Maar door gewoon door te gaan, is het altijd leuk om zoiets erin te verwerken. En nou heb ik hem precies in dit vakje gedaan, of in dit bolletje. Ik zal weer iets zo boven doen. Maar je kan natuurlijk er ook voor kiezen, zoals ik in mijn andere illustratie heb gedaan... Om juist een beetje juist weer buiten die bolletjes te gaan. Die variatie daarin, dat maakt die tekening straks heel dynamisch. Even kijken, wat zou ik nog eens laten zien? We kunnen er wel eentje omtrekken. Zoals deze, die zien jullie wel. Ja. Die ga ik slordig omtrekken. Dus ik zet mijn pen redelijk verticaal op het blad. Dus hij staat zo op het blad. En dan ga ik er omheen een aantal keer. En ik zorg er dus voor dat hij juist niet perfect eromheen is. Zo. En dan laat ik even van dichtbij zien. Dat ziet er dan zo uit. Dus stel je maakt straks een foutje en je wil er eentje juist perfect omlijnen en het lukt niet. Gewoon doen alsof het zo hoorde. Trek je er gewoon een paar lijnen omheen en dan ben je zo klaar. Zo. Even kijken. Nou, daar hebben we er een paar zo omtrokken. Dan kan ik ook nog wel even laten zien bij zo'n gouden bolletje bijvoorbeeld. En daar kun je natuurlijk een soort figuurtje in maken. Dus stel je hebt nog je stift. Zet ik hier een stip in het midden. En dan ga ik die lijntjes zo naar de buitenkant zetten. Het is nergens op gebaseerd. Ik weet niet wat ik doe. Maar het ziet er wel leuk uit.
al zeg ik het zelf. Nou, zo kun je er ook voor kiezen om juist hier één balletje met rechte strepen te doen. Ja, deze is nog een beetje nat. Dus stel, deze doe je zo. Even weer van dichtbij zien. Zie je? Gewoon wat streepjes zetten. En zo kun je eigenlijk je hele tekening vullen hoe jij wilt dat hij eruit komt te zien. Kijk, ik kan er ook voor kiezen om hier bijvoorbeeld nog een paar stippen te zetten. Gewoon random, heb ik niet over nagedacht. En daaromheen ga ik met mijn dunnere fineliner gewoon rondjes trekken. Helemaal niet mooi. Perfect rond. En dan heb je weer een soort elementje erbij. En eigenlijk lijkt het, ik vind het altijd een beetje lijken op zo'n laboratoriummicroscoop. Waar je dan bacteriën of dingetjes in ziet. En van die organismesjes. en dan heb je ook allerlei soorten vormpjes en uitsteekseltjes en rondjes en cellen en noem het allemaal maar op. Oh, Hanneke, wat fijn dat jij even je bekommert om de dingen, om de comments. Oh ja, er zijn ook blokken inderdaad met aquarelpapier die op aanzichtkaartformaat zijn. Die zijn heel fijn. Ik zie dat jij ze bij Pipo's hebt besteld. Ah, Sanna, Jade en Nora, heel erg bedankt. Dank je wel voor jullie lieve complimenten. Helemaal goed als je nu juist iets anders hebt gemaakt. Lekker uit je hoofd, dat is heerlijk. Hey Hanneke, leuk dat jij er ook bij bent. We hebben hier een hele reunie. Hanneke, andere Hanneke, Sanna. Heel leuk, iedereen heel leuk dat je erbij bent. Nou, kijk, dit is al het resultaat van... we zijn 3 kwartier bezig. Ik denk fulltime 40 minuutjes aan het creëren. En we hebben al dit op papier. Zijn er nog dingen die jullie willen zien? Van hoe zou je dit doen? Of iets? Want in principe kun je zo helemaal los. Even kijken, ik zie nog iets cools. Ik zie hier... Zien jullie dit zo? Allemaal sprietjes maken in de vorm van een rondje. Eigenlijk hetzelfde wat je hier doet. En dan op het einde van die ster weer allemaal bolletjes zetten. Beetje zo'n paardenbloem idee. Dan vind ik dat hier dan nog eentje moet. Nou, ik heb dit dus nou een paar keer gedaan en het is echt super ontspannend. Want je kan door blijven gaan en allemaal van die kleine mini dingetjes toevoegen. Goud verwerken, fineliners gebruiken, stiften. Brushpen, ja dat zou kunnen. Ik heb die nu hier niet liggen, maar je zou wel bijvoorbeeld her en der een lijn zo... overheen kunnen maken. Heb je nog iets te delen over de verhouding? Pigment. Even kijken. Ja, over de verhouding en pigment. Dat is echt een kwestie van oefenen. En een aantal... van dit soort oefeningen. Of die in mijn basisworkshop zitten. Daar zitten ook een hele hoop oefeningen in. Met allerlei vlakjes. Van veel pigment naar weinig pigment opzetten. En dat is echt een kwestie van... je materiaal onder controle krijgen. Tussen haakjes controle. Want zo leer je gewoon de verhoudingen zelf inschatten. Dat is echt een kwestie van oefenen. Oh, wat lief. Even kijken. Ik zie nou... Mrs. Chabbers, denk ik. Heel leuk. Goed papier is besteld. Ik heb je basiscursus gekocht. Leuk. Ik dacht dat ik mijn tekening zou verpesten met fineliner, maar het wordt juist alleen maar leuker. Ja, zie je, proberen werkt echt.
En het kan ook echt een keer zijn dat je denkt, oké, nu ben ik helemaal te ver gegaan. Nou, dan weet je dat voor de volgende keer. Doe je het gewoon nog een keer opnieuw. En dan ben je gewoon blij. Maar nou, dit heb ik geleerd vandaag. Nou, word er blij van. Hoe je letters kunt maken. Misschien iets voor een andere live cursus. Nou, dat is absoluut niet aan mij besteed. Letters maken. Verschrikkelijk. Dat kan ik gewoon niet. Ik zit er wel aan te denken om een samenwerking op te starten met iemand die handlettert. Ik heb al iemand op het oog. Om een keer met haar iets te doen. Want ja, ik kan me voorstellen dat je dat heel leuk vindt om erin te verwerken. Maar ja, ik kan dat nog niet zo fantastisch. Ik heb ook gekleurde stiften. Ja, daar kun je dus eigenlijk hetzelfde mee doen als wat we hier hebben al gedaan. Bijvoorbeeld met goud, omdat er al goud in zit. Zou je kunnen zeggen van, ik ga even kijken waar ik nog een mooie... Hier, ik ga hier nog een cirkel maken. Dat soort dingen kun je met stift. Of hier nog... Ik heb hier een roze stift. Kijk, wat je ook kan doen. Ja, dat wordt denk ik een beetje een overkill, maar dat je hem... Hier wat streepjes geeft. Dat is met roze. En dat kan je hier bijvoorbeeld ook nog doen. In het, ja, bijvoorbeeld alleen in het goud. Ja, je kan zo de hele dag door blijven gaan. Je kan... blijven toevoegen. Ik weet niet uit mijn hoofd welk blok aanzichtkaarten er is. Volgens mij had Hanneke net een goede tip. Leuk. Neutrale en bruin tinten voor op de slaapkamer. Ja, dat zijn dus ook allemaal dingen wat je nu kan doen. Gebruik de kleuren van een kamer in je huis en lijst het in. En het ziet er echt uit als een kunstwerk. En dan heb je hem ook nog zelf gemaakt. Nou ja, mocht je de smaak te pakken hebben, ik heb dus ook nog een basisworkshop waterverf. En daar leer je dus alles over materialen, vlakverdeling, hoe je illustraties opbouwt met verschillende lagen. Dus je werkt altijd in verschillende lagen. En je leert daar dus ook alles over de verhouding tussen pigmentatie. Dus hoe je iets maakt met veel pigment, weinig pigment en hoe je jezelf dat aanleert en hoe je oefent met die technieken. Zodat je het straks zelf helemaal onder controle hebt. Dan zullen er iets minder verrassingen zijn tijdens het waterverven voor je. Ik ga hem proberen. Oh, van Winsor & Newton. Heel fijn, Hanneke. Dank je. Ja, ik heb het heel graag gedaan. Leuk weer. Dank je wel. Heel graag gedaan. Ik zit nou op kantoor. Als ik thuis had gezeten, had ik lekker dit doorgezet. Want het is echt super verslavend. Ook nog steeds voor mij. En ja, je kan... dit soort dingetjes ook wel op Pinterest vinden als je nog inspiratie nodig hebt. Ik zoek wel eens op abstract waterverf, zoiets, voor beginners. Dan kun je misschien nog inspiratie opdoen wat voor dingetjes je nog hierin kan doen. Dus je kan er zelfs een veertje in tekenen of blaadjes of noem maar op. Ah, een tanksnoortje. Fabriano, oh ja, tuurlijk weet jij dit soort dingen. Fabriano is een merk met mooi aquarel. Aanzichtkaarten ook, maar inderdaad ook Winsor & Newton is altijd goed. Dankjewel, Noortje. Noortje is trouwens ook heel leuk om te volgen. Even een shout-out naar jou, Noortje. Noortje is fashion illustrator en die kan heel mooi illustreren. Totaal andere stijl dan ik. Maar wel heel inspirerend. Vandaar dat ze zoveel weet van waterverfblokken. Oh, de gouden stift is van Staedtler.